warme lijven, dicht bij elkaar, de bas in je buik. Dansen, dansen, oneindig dansen. Ik hou ook van de nacht en ben deze zomer op heel veel festivals te vinden. Lang hebben we opgesloten gezeten. Nederland gaat op slot. Ze kunnen ons niet thuis laten. We worden depressief. Maar deze zomer is het beest in ons niet meer te temmen. Hot girl summer, hè? Feesten. Iets wat er op het eerste gezicht misschien oeverloos plat uitziet, is voor veel mensen van onschatbare waarde. In deze serie spreek ik mensen voor wie feesten een fundamenteel onderdeel is van hun bestaan. Mensen met knaldrang. Vandaag ga ik op stap met Annabel, nachtburgemeester van Enschede. Ze stopte met haar opleiding, vond het nachtleven en underground feestjes en daarmee vooral zichzelf. We spreken af op een creatieve broedplaats voor kunstenaars. Is het kunst of kan het weg? Die vragen ook heel vaak. Als het weg kan, dan kunnen we de kunst van maken. Ja, dat is mooi. Ja. Wow, dit ken ik. Ja. Dit is ergens van. Ja, ik ben erin geweest op Wildeburg. Ik kan me wel herinneren dat het lastig was om er weer uit te komen. Oh. Goed wel dat je dat nu zegt dan. Ja, ja. Ja. Nee, dat is niet lastig, want het is een tafeltje. Oh, dan ben ik gewoon klein. Woehoe. Ook was op het festival gewoon lastig. Oh, wat leuk! Het is heel leuk! Kom het gaat snel. Hier. Dit is wel echt, als je dit toch kan maken. Vet, hè? En dus hier worden dingen gemaakt voor op festivals, kunstwerken, stellages. Ja, bijna een soort achtertuin van het nachtleven. Ja. Lekker ontspannen, veel inspiratie. Altijd leuke mensen. De achtertuin van het nachtleven, kan je dat eens uitleggen? En met de tuin hier en het groen en de natuur, het is echt een fijne plek om even down to earth te komen na een feestje ergens anders. Ja. Dus dan loop jij hier soms op een zondag? Ja, zondag is er nog wel eens een keer wat te doen en dan gaan we gewoon met wat vrienden hier even lekker zitten. Met brakke koppen, zeg maar. En dan doordrinken. Ja. Want dat is het enige wat werkt. Dat werkt heel goed, ja. Balletje. Wow, dit is gigantisch, joh. Ja. Wat vet. Dit is echt een fantastische plek. Dit is een soort droom. Allemaal mooie bouwwerken, die helikopter. Ja. Allemaal dingen die ik op festivals heb gezien. Kan je eens vertellen wat je hier nou zo mooi aan vindt? Wat voel je in je buik als je hier bent? Ja, een beetje kriebels of zo. Je ziet gewoon de vrijheid van de mensen. Je ziet dat er zit geen rem of zo op de creativiteit. Ze gaan gewoon volledig los. Wanneer zij daar zin in hebben, wanneer het hun uitkomt. Een soort vrij plaats. Je gaat een beetje van dit soort dingen, plekken, werken, op een andere manier kijken naar dingen. Ja, je triggert je nieuwsgierigheid. En ik vind dat die nieuwsgierigheid is echt belangrijk om te behouden. Want dat is gewoon je innerlijke kind eigenlijk. Ja. Dat je gewoon nieuwsgierig blijft. Ja. Een keer. Ja, het is wel een krachtbak. Kan die dan ronddraaien? Ja. Oh, wacht, kijk! Holy shit. Oh. Hoe stevig staat hij? Help! Oké, ik wil eruit. Zin me opgehaald worden uit Smalland. Ik wil niet meer, mama! Vanavond neemt Annabel me mee naar een feestje in de Spacebar. Ze is hier programmeur en organiseert vanavond een feestje. Wow. Het idee is gewoon, er staat hier gewoon een boy te draaien. Je kan gewoon ernaast gaan staan. Party people! Ja, gewoon hebben trigger! Hebben we nog een beetje zin in? Woep, 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 woep. Zo. Ja, zo. Ja, dat is het idee. En dan gewoon lekker losgaan samen. Leuke mensen ontmoeten. Leuk zeg. Ja. Want dit is natuurlijk gewoon echt super. Wauw, dit is mooi. Oei, oei, oei. Dit is mijn favoriet. Ik denk, dit is mijn favoriet. Als je er misschien, als ik in de hemel kom, als, dan zou ik het niet erg vinden als dit dan mijn plekje is. Met een klein bedje, een keukentje waar iemand voor mij staat te koken en deze projectie. Oeh. Wow. Sick, right? Jezus. Klap ze in je handen? Nee. Ik haat deze plek. Ik wil alles hebben. Ik wil het zijn. Ik wil het eten. Deze ook?
Nee. Nou ja, en op een gegeven moment is het feestje voorbij en dan moet alles dicht. Beneden, in de spacebar. Ja, zeker, om 2 uur. Ja. Dus ja, af en toe is het belangrijker om het feestje toch wat langer door te kunnen zetten. Vind ik. Als je knaldrang hebt. Als je knaldrang nog niet is En die knaldrang die is hoog. Dus ja, dan hebben we hier een mooie ruimte om af en toe het feestje wat langer door te zetten. Ah, kijk. Dit is de geheime afterruimte. Ja. En hier gaat het feest dan? Ja, door tot we niet meer kunnen. Alright. Ik wou zeggen, je zou kunnen zeggen tot de zon opkomt, maar... Nee, tot de... Oh, hier. Is dit een straaltje zon? Aha, ja, er is nog een beetje teken van leven af en toe. Dan kan je hier even kijken. Ja. Ja, kan je zwaaien. Naar de normale mensen. Ja, die naar werk gaan. Ja. Dus dit is, ja, dit is by far mijn favoriete feest natuurlijk. Mooie sound system. Leuk zeg. Oké, dansen. Voor jou persoonlijk? Ja, voor mij is de nacht is gewoon het moment dat alles gewoon op zijn plek valt. Like, dat je de leukste gesprekken hebt, dat je creativiteit naar boven komt. Dat er een soort, er komt een soort nieuwe energie of zo wanneer het donker wordt. En ja, dat triggert gewoon heel veel vet shit. Like. Want meer mensen zeggen van ja, 's nachts kan ik mezelf zijn, dan ben ik ongefilterd. Mm-hmm. Maar waarom kan je dat dan niet overdag zijn? Overdag heb je gewoon shit te doen. Overdag wordt er van alles van je verwacht. Het is jou een soort van gevoed hoe je je dag moet gaan beleven. Hoe je je dag indeelt. Wat is de standaard? Wat is normaal? En in de nacht zijn die regels gewoon volledig vervaagd. Ja. Dus de nacht is een onbeschreven blad. En de dag is... je moet beginnen met muesli en haver cappuccino. Ja, dat is het. En daarna moet je zo, naar je werk... Ja, soms verbaas ik me zeg maar wat ik allemaal voor elkaar krijg juist in de nacht. Op allerlei fronten. Van feesten organiseren tot zelffeesten. Mm-hmm. Tot ook gewoon, ik weet niet, de tekeningen die je maakt of zo. Dat je echt denkt van, dat kan ik niet overdag. Dan zit je veel te veel in je hoofd of in een bepaalde slur van de dag. Te nuchter ook. Ja, misschien, ja. Zeker, ja. Weet je wat misschien ook een beetje is? De dag, dat is een beetje zo'n, ken je van die kleurplaten of tekeningen, die moet je de nummertjes moet je volgen. En dan wordt het ineens een pandabeer die je bamboe eet. Zo. Ja, ja. Dat is de dag. Ja. En de nacht is gewoon helemaal niks. Ja. En dan moet je alles zelf doen. Ja. Ben je het met me eens? Ja, de nacht is niet voorbepaald. Het is gewoon, het heft is in jouw handen wat je daarmee doet. Yo. Hallo, goedemorgen Annabel. Nou, het is je gelukt hoor. Wat is me gelukt? Mijn wakker bellen. Heb je het laat gemaakt? Ja. Ja, ja. Heel laat. Vertel eens. 6 uur of zo. En was het gezellig? Ja, was gezellig. Oh jeetje. Chill. Wijntjes gedronken, getild. Ik wil die gewoon nog even spreken. Nu mag je dan weer naar bed. Dankjewel. En sterkte met de kater. Ja, komt goed.